Vandaag in Slotstad Actueel mogen wij een kijkje nemen bij de filmvisualisatie in Figi. Hier bij Hotel Theater Figi hebben ze een datavisualisatie gemaakt van de bezoekers van de afgelopen 7 jaar tot aan de coronacrisis. Dat hebben ze hierachter in de gang gedaan en wij gaan een kijkje nemen. Waarom hebben jullie deze wand hier gemaakt? Waarom? Nou, we hebben de mazzel dat we een familie hebben met allemaal creatieve mensen en een hele lange gang. Dus die twee hebben we aan elkaar verbonden. En daarmee kunnen we de geschiedenis, de bioscoopgeschiedenis in dit geval, van de afgelopen 5 jaar van Figi laten zien. En hierboven zie je de echte geschiedenis van Figi, dus hoe het pand zich heeft ontwikkeld in de afgelopen 100 jaar. En in welke gelegenheid hebben jullie dit gemaakt? De gelegenheid dat we dit gemaakt hebben is omdat we altijd op zoek zijn naar vernieuwing, maar toch kijken naar de historie. Er hingen allemaal andere dingen in deze gang en daar waren we een beetje op uitgekeken. Dus we vonden het leuk om iets anders te doen en daarom hebben we deze filmwand gemaakt. Wat is nou bijzonder als je kijkt naar het einde van de tijdlijn? Ja, dat is eigenlijk niet zo'n leuk onderwerp. Het bijzondere aan het einde van deze tijdlijn is dat we het dan hebben over maart 2020. En toen ging de bioscoop dicht. Dus je ziet ook het einde helemaal zo naar beneden gaan en het buigt af. En ik hoop natuurlijk dat we doorgaan en dat we, nu zijn we natuurlijk weer open geweest, nu zijn we net weer 2 dagen open. En dat we zo'n lange wand kunnen maken voor de komende 7 jaar. Hoe hebben jullie deze visualisatie gemaakt? Dit is puur gebaseerd op data, op cijfertjes. Dus ik heb van de collega's van de administratie gevraagd van geef me de bioscoopbezoekers, alle tickets die verkocht zijn en dan krijg je hele saaie spreadsheets. En die kun je dan sorteren en inlezen. Als je op een bepaalde manier een functie geeft, dan kun je daar een vorm aan geven. En in dit geval een golf van populaire en minder populaire films die hier gedraaid hebben. Had je van tevoren al een idee van de manier waarop dit gemaakt is, zo met die golven? Het is een vrij lange gang en ook vrij saaie gang. Dus we wilden eigenlijk iets doen met een vorm wat het zou kunnen doorbreken. En puur op basis van data is deze vorm ontstaan. En de kleuren van elke verschillende film en de drukke en minder drukke periodes zorgt wel voor een soort variatie. Ja, die we eigenlijk zochten in die film, of voor die gang. En het feit dat je ook de tekst, de filmtitels hebt, zorgt ervoor dat je ook van dichtbij iets hebt om naar te kijken. Dus die combinatie, dat was eigenlijk wel waar we naar zochten. En we zijn eigenlijk best wel blij met het resultaat. Hoe groot is nou de hele gang precies? De hele gang is 22 meter. En de visualisatie zelf is 20 meter en beslaat een periode van 7 jaar. En omdat we dit in coronatijd hebben gedaan, leek het ons wel leuk om juist te benadrukken dat in maart, toen die lockdown uitbrak, dat het eigenlijk ook meteen afgelopen was met de bioscoopvoorstellingen. En hoe hebben jullie dat hier op de muur gemaakt? Nou, de oplossing was eigenlijk vrij simpel. Het is gewoon behang wat geprint is. Een bedrijf wat gespecialiseerd is in fotobehang, die had het zelf ook nog nooit gedaan. Maar dit is een ontwerp wat we hebben opgestuurd en wat ze hebben uitgeprint. En het kwam in iets van 45 rollen kwam het terug. En de collega's hier hebben het vakkundig gesneden en geplakt. Dus wat dat betreft is het echt keurig gedaan.